In Park Lingenzegen tussen Arnhem en Nijmegen graast sinds 2018 de kudde van schaapskooi De Park. De dieren onderhouden bermen en lanen en bevorderen de biodiversiteit. De kudde bestaat uit ongeveer 80 ooien. Op dit moment is de kudde altijd buiten, maar daar moet verandering in komen. Zo is het de wens om er een schaapskooi te plaatsen, zodat de kudde veilig naar binnen kan, mocht er bijvoorbeeld dreiging zijn van een wolf. Gedurende 8 jaar is de kudde van schaapsherder Marion Theeuwen uitgegroeid van 3 naar 150 dieren. De schapen, geiten en lammetjes staan het hele jaar buiten. Een schaapskooi kan de dieren beschermen bij extreem weer of andere bedreigingen. Het is toch wel heel erg fijn dat de dieren in het lammerseizoen binnen zouden kunnen staan. Zodat je niet, in Nederland zijn we toch wel heel erg afhankelijk van, we hebben toch koude winters en veel nattigheid. Dat heeft nu deze afgelopen lammerperiode wel weer bewezen. En dan is het wel prettig dat je dieren droog kunnen staan. Dus dat is de reden. En daarnaast is ook wel de reden dat ik mijn dieren ook op die manier zou kunnen beschermen op het moment dat er een zichtmelding van wolven in het gebied zijn. Dat hebben we nu recent, in begin dit jaar hebben we hier een zichtmelding gehad dichtbij. Ik heb ze toen veilig kunnen stellen met hoge rasters, met elektriciteit erop. Maar ik moet je zeggen, dan slaap je niet goed. En het zou heel fijn zijn als je op zo'n moment dat zoiets is gesignaleerd, dat je je dieren 's nachts gewoon even binnen kunt zetten. De kudde vergroot de biodiversiteit. Ze begrazen het gebied en nemen zaden van het hoge gras mee in hun vacht en verplaatsen deze weer naar andere plekken in het park. Op deze manier worden de kruiden verplaatst door het landschap en de biodiversiteit vergroot. Eigenlijk onze grote doelstelling, onze missie is om de wereld eigenlijk ook een beetje mooier te maken. En te zorgen dat we de leefbaarheid voor de mens, dier en de planten hier wat vergroten. Nou, dat klinkt een grote missie, maar het is in een klein gebied. Maar we dragen wel ons steentje bij. En dat doen we in 2 sporen. 1 is eigenlijk het vergroten van de biodiversiteit door de kudde. En het andere is het vergroten van eigenlijk onze circulaire economie. Dus wat je lokaal produceert, wil je ook lokaal consumeren. En dat, dus de schapen van hier, die leven hier, groeien op. De rammetjes, die gaan aan het eind van het jaar gaan ze ook gewoon geslacht worden. En het vlees wordt, goed vlees wordt hier lokaal verkocht. En daar kunnen mensen ook gewoon van eten. Dat hoort er ook bij. De schapen en lammeren staan voor het grootste gedeelte buiten. Het publiek kan dan de schapen zien en de kooi kan ondertussen gebruikt worden voor verschillende workshops en andere activiteiten. Om het meer het publiek erbij te betrekken, om de wolproducten te laten ervaren aan mensen wat ze ermee kunnen en wat ze er allemaal voor mooie dingen mee kunnen maken.